Leuk dat jullie kijken naar Mr. Teampad. Van zijn ben vandaag terug in Plopsaland, echt zalig. Het is een eentje geleden dat ik hier geweest ben, maar we gaan vandaag een keer hebben over details in Plopsaland. Want er is niet veel veranderd in het park, dus ik wil toch een video maken, maar ik ga toch eerst een keer een ritje doen op de bloemenmolen. Echt de max. Ja, en details in Plopsaland, die zijn er. Je zou denken van niet, maar die zijn er. En die zijn er meer dan we denken. Dus ik neem jullie graag mee. Let's go. Hier en daar in Plopsaland vind je thematisatie rond Plopsa. En dat vind je zowel in het hotel als bijvoorbeeld in Mayaland nu niet. Maar er zijn nog plaatsen waar je dingen ziet van Plopsaland met de naam Plopsaland. Ik had een fantastisch idee voor op de Moedermolen te gaan, maar dat ga ik niet doen. Want de rij vind ik toch nog net ietsjes te lang. Maar goed, we gaan een keer een rondje doen. Gezellig. Details in Plopsaland. En dat is ook een van die details. Je hebt hier een bloem en dan wordt die mooi afgewerkt met ja, een bestikkering met bloemetjes en dergelijke. Leuk gedaan. En dat is wel altijd fijn hier aan Plopsaland. En dat vind ik ook het mooie aan Mayaland. Je hebt zo overal wel iets die te maken heeft met bloemetjes of dergelijke. En ja, het staat mooi. Weet je, we beseffen het soms niet heel goed, maar Plopsa kan echt wel heel mooi decoreren. Maar soms ook niet. En er zijn hier dingen in het park waarvan ik denk van hier hebben ze toch wel een boete aan gebracht. Hier niet, maar dan vind ik echt kei cool gedaan. Dat is zeer mooi gedaan. Zie als je komt naar meneer Spaghetti. Het is allemaal mooi afgewerkt, het dak en zo. Vind ik wel fijn. Je hebt dan zo, ja, overal leuke dingen. Een steunpilaar met boeken bijvoorbeeld, vind ik echt wel leuk gedaan. Als je komt naar Plopsaland en je zit in Mayaland en je gaat een keer door meneer Spaghetti, dan raad ik wel aan om een keer te kijken naar de details, want ze zijn echt wel keigoed. Niet alleen in Mayaland zijn er details, ook hier in Plopsaland en de Big & Betsy Hoeve zijn er ook details. Een van de details is dat de prullenbakken die zijn gethematiseerd volgens het thema waarin ze staan. Also kan de ingang hier aan de Big & Betsy Hoeve, aan Bomba Circus, aan Wikiland. Je moet daar maar een keer op letten. De K3 Ghoster, dat zijn er ook gethematiseerde vuilbakken. Over heel het park hebben ze gethematiseerde vuilbakken. En op zich zijn die best wel nog mooi eigenlijk. Het thema is het superbelangrijkste in een pretpark. En soms zit het hem in kleine details. En dat is zo'n detail. Mensen die het niet weten, er is hier ook een toilet verstopt bij het park. Voilà, het park. Hè. Ook hier zijn er details in Plopsaland, want je hebt hier namelijk een insectenhotel. En in dat insectenhotel hebben ze wel iets leuks gedaan eigenlijk. En dan zit er daar Plopsa op staan. Dat is leuk. Dat zijn kleine details, maar ze zijn er. Voor mensen die graag dierengeluiden willen ontdekken, dat kun je hier ook doen. Je kunt hier namelijk kijken, bijvoorbeeld kun je nu op de roze duwen. En als het goed is, komt er daar geluid uit en dan moet je kiezen of zo veel geluid dat is van elk beest. Of hier de zwarte.
zo blijf je maar zoeken. En zo blijf je bezig. Het is soms wel moeilijk. Ik denk dat je niet echt de referentie kunt. Maar goed, komt goed. Dat is natuurlijk terug makkelijker. Doe gewoon het poortje omhoog en zo terug. Wel, eet je het is van elk dier. Goed. Heel vroeger hadden we hier nog Amica staan. Allee, heel vroeger, redelijk recent. En dat was hier een thema gedeelte van Amica, maar het paard is ondertussen weg en de pony die zie ik hier precies wel nog staan. En toen hadden ze van die lampen met van die mutsjes op en dat verwees naar Amica. Ook de vulbakken die waren gethematiseerd naar Amica. Het blijft toch altijd hetzelfde verhaal. Hé. Als je een dier wilt filmen, die tonen altijd hun kont. Raar maar waar. Goed, het bos van Plop, daar zitten er ook leuke details in. En dat is namelijk het detail van het laatste huisje van Plop. Dan heb je de smurfen. Dus, mocht je het nog niet weten, er zijn smurfen te vinden in het bos van Plop. Het laatste huisje van dat je tegenkomt, waar een kabouterplop zit. Ja, het Boomba-circus. Hier zijn er ook redelijk wat veel details. Want het nummer dat ze hier afspelen, dat je hoort, dat is speciaal gemaakt voor het Boomba-circus. Die vind je nergens anders, die wordt zelfs niet afgespeeld in de filmpjes. Die is speciaal gemaakt voor Plopsaland te pannen, of ja, voor andere parken misschien ook, voor het Boomba-circus. En op zich zitten er hier eigenlijk wel heel veel details in. Maar een keer gaan zien. Een van de details dat je hier eigenlijk hebt aan de buitenkant, dat is dat je overal hartjes hebt. Dat is al een groot detail. Die hartjes vind je overal terug. En dan heb je hier de winkel en vind je overal speelgoed terug. Dat is ook wel leuk. De mensen die nog interesse hebben, er zijn hier nog altijd knuffels aan 1 plus 1 gratis. En als je een abonnement hebt, krijg je nog eens 10% korting daarop. En ja, dat is toch wel een serieuze besparing. Dat is een cadeautje van €24,99 dat je dan krijgt. Dus mochten er mensen zijn die dat nodig hebben, het is de moment. Hier zijn er ook details, want soms komt Boomba hier het licht de stekker uittrekken en dan gaat het licht hieruit en terug aan. Ja, de dolle busrit, die is helaas kapot. Maar hier ook terug in detail een Boomba hoofdje. En een circus tentje en natuurlijk de hartjes. Als je hier zit op dat busplein, komen die hartjes op te rijden. En hetzelfde zoals op de wagen, het hartje komt op. Dan is het wel een beetje jammer. Ze zetten hartjes op binnen, ze zetten hartjes op de wagen. Maar op de attractie zelf zie je nergens zo'n sticker met een hartje opstaan. Dat is natuurlijk een beetje jammer. Maar ja, goed, zo kennen we Plopsa. Ook nog een leuk detail. Ik dacht dat het een detail was, maar blijkbaar niet, want ze springen nu op. Dus ja. Ja. Die andere dingen hier, dat vind ik eigenlijk niet zo wauw. Wow. Ik voel me een beetje denken aan Comic Station zo. Plopsaland heeft dat opgekocht, Comic Station, en dat was ook zo, 2D-effect. En ze hebben dat veranderd naar 3D-effect. En dan zetten ze zo'n splinternieuw Boomba-circus en heb je eigenlijk gewoon terug een 3D-effect. En dat vind ik wel zeer jammer. Want ze hebben bewezen in het verleden dat ze het wel kunnen. Maar ja, dan zie je terug zulke dingen. Jammer. Het is zo'n ideetje dat je ook terugvindt aan de ingang van Plopsaland. Het thematiseerde lampen vind ik altijd zeer leuk. Want aan de ingang van Plopsaland hebben ze ook lampen in verschillende figuren. Zeer leuk.
zie je, en hier zie je de... En hier zie je de hartjes wel terugkomen. Dan is dat nog wel terug fijn. Maar er is nog een leuk detail in Boomba gaat op reis. En natuurlijk hier onder die lampen. Tot de zin is het meet and greet, zo duidelijk. Maar hier onder die lampen, jammer dat ze nog niet werken, heb je overal Boomba hoedjes. Op reis met Boomba. En daarin staat er een bord in die attractie. In deze attractie, op reis met Boomba, staat er een bordje. En het is wel leuk hoor, want je gaat dan zo naar, naar de Noordpool of naar de Zuidpool, waar dat het koud is. En Boomba zit dan zo sneeuwballen te gooien naar je. En dan ga je daar naartoe. En voel je, ja, ze hebben daar airco gezet, dus je voelt wel de koude. En er staat een bordje met wegbewijzering. Azië staat ertussen, Plopsaland staat ertussen en er staat nog ergens een bordje tussen. Het is een leuk detail, je moet er maar een keer op letten. Aan die bordjes daar, je moet er echt op letten. Het is leuk. Hier heb je dat ook. Die details, de hartjes. Het is leuk. Zoals je hier ziet ook. Om heel eerlijk te zijn, het Boomba Circus vind ik het minst mooie indoor gedeelte van alle Plopsa parken. Ik breek soms de indoor al af van Holiday Park, maar ik vind die van Holiday Park dan nog mooier dan deze indoor hal van het Boomba Circus. Ik vind het niet zo wauw. Ik weet niet wat jullie erover denken, maar ik vind het vooral vrij muurachtig. Als je begrijpt wat ik bedoel natuurlijk, want er hangen zo van die kaders aan de zijkant en ja, dus gewoon een doek die er hangt met zo van die, ja, ze kunnen dat met de computer het zo een beetje 3D maken zo, dat kader eruit springt, maar het is en blijft nog altijd een doek en dat, ja, dat merk je gewoon, dat voel je, dat is, ja, het is niet natuurlijk en dat is jammer, maar goed. Misschien hebben jullie daar wel een andere mening over. We gaan verder, we gaan naar Wikiland. En Wikiland vind ik persoonlijk het mooist van al gethematiseerd van heel Plopsaland te gaan. Ik vind Wikiland fantastisch, al vind ik dat het wel een kleurtje nodig heeft, maar het blijft wel mooi. Maar er zijn hier details die niet meer werken. En ja... Het is en blijft jammer natuurlijk, en dat is zo'n beetje typisch Plopsa. Ze bouwen iets en ze onderhouden niet meer. En moesten ze een keer een beetje onderhouden, zou dat natuurlijk veel leuker zijn. Natuurlijk, ze onderhouden wel het een en het ander, want ze hebben hier begin dit jaar balken veranderd. Ja, dat kunnen nu natuurlijk niet meer zien, want de mensen hebben er continu opgewandeld. Waardoor dat het eigenlijk perfect mee is met de kleur van de andere balken. Maar een oplettende kijker die ziet natuurlijk de balken die vernield zijn. Vroeger kwam er hier water uit. Maar helaas is dat op de dag van vandaag niet meer het geval zoals je ziet. Dat kan een paar dingen zijn. Dat kan zijn dat het rotswerk te veel afzit. Ofwel dat het begint te rotten van binnen, dat het begint te scheuren. Of besparingen, dat het pompje kapot is of zo en je geld hebben voor te vervangen. Geen idee. Maar dat is zo'n klein detail die het wel leuk maakt. Het is en blijft toch altijd fijn dat er gethematiseerde vulbakken zijn. En zo te zien had de grote golf bijna open gegaan. Het is niet een van mijn favoriete attracties, vroeger wel, maar tegenwoordig kruip ik daar allemaal minder en minder op. Kijk, Wikiland is fantastisch gethematiseerd. En waarom is dat? De attractie zelf is mooi bestikkerd, de halvar staat daar mooi op. Er is een soort boot gecreëerd, onderaan zitten er zo van die schelten. Je hebt dan zo touwen die eraan hangen. Ik vind het fantastisch. Zeer mooi.
Voor de meeste mensen gaat het waarschijnlijk nog niet opgevallen zijn, maar de meeste beelden dat je hier hebt, die staan er twee keer. Dit staat hier, maar die staat ook vooraan bij de grote golf. Helemaal vooraan. Je hebt daar zo'n wegeltje waar je heel Wikiland kunt overslaan. Die beelden staan daar ook. En bovendien staan er nog beelden. Want zoals het wiki dat je daar hebt, die staat ook terug in de waterattractie. Dan heb je daar die brede man die daar zit, die vinden daar ook terug in Wiki de Battle. Dus ja, zo zie je maar dat Lopsa-figuren een paar keer gebruikt. In Mayaland heb je dat ook natuurlijk. Hier en daar zie je toch wel een keer een Maya erbij. Hoewel, het zou wel raar zijn, twee Maya's erbij. Maar af en toe ben je wel een keer een figuurtje dubbel. Wikiland, ik vind dat echt een zeer, zeer, zeer mooi gebied. Als je zo een keer tijd hebt, kom maar een keer kijken naar de details. Echt fantastisch. Alleen jammer dat ze het niet zo goed onderhouden. Figuren die dubbel gebruikt worden, zoals die daar op de paal, daar helemaal van boven, die wordt ook nog een keer gebruikt. Daar op het einde, ter hoogte waar dat die boot ongeveer is, dan gaan we even een keer inzoomen. Daar, dat is identiek hetzelfde figuur zoals boven. Dus ja, maar ik zie, en ik ben het niet zeker, maar ik denk dat er al een figuur verdwenen is. Ik ga toch nog een keer van dicht gaan kijken. Als het effectief verdwenen is, maar vroeger, als ik me niet vergist, hangen er daar aan de zijkant bij de grote golf ook zo'n figuur die hangt. En ik ga een keer gaan zien dat die er nog altijd is. In de beginjaren dat dat open was, hangen er hier zo ongeveer een figuur van Wiki de Viking. Allee, het was een van zijn vrienden van Wiki de Viking. Moet maar een keer zoeken, video's dat nog maar net open was, dan kon je dat vinden. Leuk. Goed, we gaan verder. We gaan naar het mooiste kasteel van heel België. En een van de betere kastelen van heel België. Zo zou ik het beter verwoorden, maar misschien wel het mooiste kasteel in pretparkland van België. Of misschien hebben we er twee staan in Plopsaland. Wie weet, wie weet. Er is al sinds één kasteel hier in Plopsaland dat ik zeer mooi vind en zeer lelijk. Maar het ene kasteel is al mooier dan het andere kasteel. En het lelijke kasteel is al wat mooier aan het worden dan vroeger. Ja, mensen die mij volgen weten over wat ik het heb natuurlijk. Er is hier nog een leuk detail, maar je kunt het niet heel goed zien eigenlijk. Hier aan Wikiland. Hier van boven zit er een roofvogelnest. Daar zit een roofvogelnestje. Als je maar een keer opletten dat je op de grote golf zit, kun je hem heel mooi zien. Leuk. Een nestje van een vogel. Hier heb je ook een leuk detail. De nachtwachtflyer. Op die lampjes heb je zo van die likkiehoedjes. En op elke lamp staan ze ook anders. Zie je? Wel een keer opletten. Leuk. We gaan naar het volgende en dat is namelijk het Prinsessia kasteel. Dat is in de tijd gebouwd wanneer dat Prinsessia vrij populair was, maar dat is ook zeer populair terug naar beneden gegaan. Even snel als het populair geworden is. Maar ze moesten een kasteel hebben in Plopsaland. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben gezegd van we gaan een kasteel bouwen en ze hebben dat gebouwd. En trekt het op iets? Het trekt op iets dat Savoy is, maar het is niet kasteel. Het is geen Disneyland kasteel. En dat hadden we een beetje verwacht. Het is wel dat het al wat tijd in gestoken is. Maar
het is niet het kasteel zoals we, ja, zoals in de serie. En dat is natuurlijk wel jammer als je iets bouwt rondom Prinsessia of dergelijke. Of van een serie verwacht je toch op zijn minst een beetje hetzelfde zoals in de serie. Maar het trekt er gewoon niet op. Maar dit is ook al iets dat ze terug aan het schilderen zijn. Terug een beetje aan het onderhouden zijn. Ze doen wel hun best. Maar ja, het is zo allemaal net wel, net niet, vind ik altijd. Weet je wat het is? Het zit allemaal fantastisch in. De kopjes zijn zeer mooi gedaan. De koffiekan is zeer mooi gedaan. Dat is net zeer mooi gedaan hier allemaal. Je ziet ook wel dat er al dingen kapot aan het gaan zijn, maar dat is normaal. Dat is vanwege het gebruik. Ik heb hier ook veel detail hier binnen, vind ik persoonlijk. Maar het is zo, ja. Op een of andere manier merk je dat het snel gedaan is. En snel zit hem hier in kleine details. Ja, er zijn zo kleine details die hem toch zouden doen, zoals die paraplukkes. Het zijn 100% Coca-Cola paraplukkes, terwijl dat van het Prinsessia restaurant zit. Maakt dat wat vrolijker, maakt dat wat prinsesselijker. Maakt dat wat zo'n beetje de stijl zoals binnen die paraplukkes. En je hebt al een heel ander zicht. De nachtwachtflyer, daar kan ik niet veel over vertellen. Dat is een attractie die gelukkig geen YouTube naam gekregen heeft. Iedereen die een beetje Plopsa interesseert weet wel over wie dat het heb. Maar het is nog altijd de nachtwacht geworden. Leuk. Ja, maar het is een stuk. Om helemaal juist te zijn, zal dit eigenlijk een beetje moeten draaien. Want zo zie je dat de tiktak naar daar wordt aangeduid. En eigenlijk staat de tiktak hier. Dat zijn kleine details. En de bestikkering is ook al kapot. Wel, dus. Dat zijn zo van die kleine details die hem toch maken. Want er zijn hier nog een heel klein beetje details die eigenlijk, ja, jammer zijn. Want het zijn de openingsuren van vorig jaar die er nog in staan. Dus dan hebben ze opening zien van Plopsaland. En dan zie je, ja, 22 en dat zijn 2020. Het is nu wel redelijk druk om wat details te filmen hier in de attractie zelf. Maar er hangt een klok. En de klok is af en toe een keer kapot, maar ik heb gezien vandaag dat de klok terug perfect werd op hier. Zeer leuk. Ja, de TikTok-wise, daar kunnen we heel weinig over zeggen. Buiten dat je zo van die blaks gezet op de attractie zelf, waar dat er TikTok op staat. Zo leuk. Dit is hier het catnet-gedeelte. En je kunt dat mooi zien, want je hebt overal de K. Like Me is natuurlijk van catnet, TikTok is van catnet. En hier heb je het catnet-station. Dit is hier zo een beetje een themazone dat ze zo om de 5 jaar gaan veranderen. En ja, dat gaat altijd zo een beetje dezelfde attractie blijven. Maar het thema gaat altijd een beetje anders zijn. Ik verwacht niet dat Like Me hier 10 jaar gaat blijven staan. Maar ja, natuurlijk, je weet maar nooit.
K3 voor mij is, dat is ook al ja, eigenlijk nooit veranderd buiten datgene dat dat hier al staat. Dat hier allemaal, dat is nog van Easy Hewopie. En ja, de grote stoel, de grote tafel, de ja, buitengewoon een beetje thematisatie van K3 die erbij gekomen is. Maar ja, is leuk. Is gewoon leuk. En de achtbaan, we kennen het allemaal. Ze hoeft wel een keer weer aan een update te doen. Ze staat veel onkruid tussen en ja... Ze proberen wel, maar ja... Ja, het is natuurlijk ook moeilijk, hè. Maar goed. Zo te horen hebben ze de muziek ook terug aangepast. Want er was hier een lange tijd muziek van de drie bijtjes te horen. Ik vond dat zeer tof, want het was allemaal instrumentaal. En vandaag heb je terug... Ja... Het Franse K3-zaal, laat ik maar zeggen. Ik weet niet of er mensen kijken op VTM Go. Maar op VTM Go heb je zo van die K3-tekenfilmpjes van Studio 100. Dus dat bestaat, hè. Dus K3 en tekenfilmversie. Dat vind ik echt wel leuk gedaan. Om zo een beetje denken aan een programma van Studio 100 of zo van Nickelodeon. Dat is wel leuk. Dat is wel een keer de moeite. Op VTM Go kun je dat allemaal bekijken. Mensen die graag kerstfilm hebben, die is er ook. Gaan we dat gaan doen? Nee, de Mega Mini Zone blijft ook altijd een zeer leuk gedeelte. Het is niet het beste gedeelte dat er is. Maar ja, als ze een nieuw pretpark bouwen hier in België, komt er toch wel meestal een Mega Mini Zone aan te pas. En dan heb je hier zo van die lampjes. Is leuk. Dat zijn ook leuke details dat je hier hebt, want die palen waar het achtbaan op steunt, die zitten gewoon verwerkt in de wachtrij van de Dino Splash. Dat is wel fijn, want dat heb je wel niet aan de andere kant van de draad. Dus ja, we lopen daar natuurlijk een beetje zo voorbij. Ze zijn denk ik onlangs een beetje geschilderd geweest, ze zien er wel proper uit. Maar dan heb je hier gewoon ja, een paal staan. Zonder thematisatie, zonder niks, gewoon een paal, meer niet. Maar dit is hier ook wel een leuk gedetailleerd pleintje. Het is wel een beetje confronterend, hier heb je dan de dino. Maar ja, je kunt nog altijd een liedje opzetten van Samson en Gert in de jungle. En ze komen dinosaurus tegen. Je fantasie moet soms een beetje op hol slaan en hier kun je dat wel doen. Ik vind dat een zeer mooi kasteel. Want ik kwam me eigenlijk af, in 2005 hebben ze dit kasteel kunnen bouwen en dan bouwen ze een Prinsessia kasteel die eigenlijk kwalitatief in mijn ogen minder is dan dit kasteel. Dit kasteel is echt zeer, zeer, zeer mooi gedaan. De draak die had daarin, ik vind echt zeer, zeer, zeer mooi gedaan dat kasteel. Echt zeer mooi. Een klein weetje, de videoclip van Spring Jansson de Vrees is hier in dit kasteel opgenomen. Mensen die het niet weten, het is hier opgenomen. In de beginjaren dat Plopsaland open was, zijn er enorm veel videoclips van Studio 100 hier opgenomen. Het kasteel van koning Samson, dat was het vroeger. Nu is het de vulkaan van de dinosaurus. En ja, Jansson de Vrees, maar ook liedjes van Kabouter Plop bij de Plopburger. Je had daar vroeger waar de konijntjes staan en dergelijke, ook nog een soort van speelplein. Daar zijn er ook nog video's opgenomen van Samson en Gert, het kermisplein. Heel, heel, heel veel videoclips die opgenomen zijn hier in Plopsaland van Studio 100. Dat Plopsaland niet bestond, dan namen ze de videoclips op in de Efteling. Bij de halve maan hebben ze nog Piraten van de Zee opgenomen en zo. Of een andere videoclip. Maar daar zijn er ook videoclips opgenomen. Dit hier is ook een zeer leuk detail en die gaat, als het goed is, normaal bijna afvallen. Want hij werkt vandaag.
Ik weet niet dat er hier al mensen zijn die naar Zwitserland geweest zijn, maar als je hier wandelt in Plopsaland, in Heideland, dan is het precies alsof je in Zwitserland zit. Natuurlijk, die grijze bergen, dat heb je daar, ja ook. Het is mooier in het groen natuurlijk. Misschien kunnen ze nog een dino in het groen doen, een upgrade van de Dino Splash. De jungle vaart met de dinosaurussen bijvoorbeeld, zeg maar eens. En dan zou het misschien wel volledig passen hier in het thema van, ja, een beetje, ja, middeleeuwen, hè? Beetje middeleeuwen, beetje modern, een beetje alles. Wel, even een kleine tip, zou wel mooi zijn eigenlijk, hè? Zo die bergen in het groen, met bomen op en al, zalig. Kan toch allemaal zo mooi zijn, hè? Mocht je een keer tijd hebben, kun je altijd een keer naar de Plopburger gaan voor alle details te bekijken. Het zijn niet veel details, maar het zitten wel leuke details. Dus je hebt daar eitjes, je hebt daar zo'n klein vaatje waar je misschien wel, ja, wij zouden zeggen wijn, maar het is eigenlijk plopmelk, kan uithalen. En ja, je hebt hier, ja, leuke dingen. Het zit niet veel detail in, maar goed, het is een beetje vulling eigenlijk. Maar het is wel mooi gemaakt. En het voordeel is, het is vandaag mooi weer en de meeste dingen staan wel mooi in bloei eigenlijk. En het is mooi onderhouden, dat is wel leuk. Dat vind ik ook altijd een leuk detail. We zijn aanbeland bij de volgende attractie. Ik vind de volgende attractie altijd zo een beetje dubbel. Het zou een beetje denken aan de wildernis van in Walibi Holland. Want hier heb je een echte wildernis dan. Het is de Tomorrowland attractie. De Tomorrowland attractie is een attractie die eigenlijk gethematiseerd is rond Tomorrowland.
Ik heb daar nog nooit geweest. En iedere keer dat ik denk van ga gaan, zijn tickets al uitverkocht. Maar blijkbaar zouden die lampen iets typisch Tomorrowland zijn. En daar is hij toevallig. De attractie rijdt terug op twee treinen. Er zijn daar af en toe wel een keer problemen mee. Maar goed, hij rijdt terug en dat is wel handig. Voilà. Daar heb je hem. Maar ik vind het themagedeelte niet af. En ik vind dat er hier heel veel detail mist. Er mist hier heel veel kracht. Het mist hier eigenlijk heel veel. En ja, het is een beetje een wildernis aan het worden. Bij de Ride to Happiness. Een echte wildernis. En qua thema is het wel beter dan in Walibi Holland. Maar qua wildernis is het even erg. Welkom in de wildernis van Plopsaland. Je zet er nog een dino bij en dan is het perfect. Je hebt daar zo een minuscule watervalletje. Waar ze nog niets mee gedaan hebben. Prachtig water. Zeer mooi. Mooie bloemetjes. Echt, het is magnifiek, magnifiek, magnifiek. En hier aan de overkant heb je wildernis op en top. Het is zeer, zeer, zeer mooi allemaal. Soms kun je er wel niet veel aan doen dat het water veel is, maar het ziet er fenomenaal wilderig uit. Ze hebben hier wel een bloemparkje dat onderhouden is. En dat is, uiteraard, hier. Dat is het enige bloemparkje dat een beetje onderhouden is. Hier in Plopsaland. En de rest is allemaal één en hoop wildernis. Allee, ik wil je eigenlijk zeggen. Het enige bloemparkje die onderhouden is, weet eruit toe. Wat er ook altijd leuk is, dat is een keer binnen gaan hier in de shop. Er zijn hier wel leuke dingen. Er zijn toch al heel veel details die ook al niet meer werken hier bij de Ride to Happiness. Ik ga niet in de wachtrij gaan voor de volgende keer, maar zitten daar ook al dingen tussen die al anders werken dan in het begin. Want als je binnenkwam,
Had je een effect met sneeuw dat is weggedaan? Ik snap dat ook wel, het was ook meer kapot dan het werkte. Ja, en daar heb je dan natuurlijk die fontein die niet meer werd, waar dat er maar een heel klein beetje water uit kwam. Dus dat was gedoemd voor kapot te gaan. Maar het zijn zo allemaal kleine beestjes die het geheel wel ja, afmaken, dat alles werkt natuurlijk. Wat ik wel nog graag zou hebben, maar dat is een persoonlijke keuze of iets persoonlijks, dat ze die muziek een keer een beetje aanpassen. Het is zo altijd hetzelfde, het is leuk dat je daar zo rondwandelt, maar als je daar echt iets aan nuttiger bent om te eten, dan is het echt irritant aan het worden dat geluid. Dat is goed voor als een minuutje of 10 en dan loop je er van weg. Dus dat zijn zo kleine dingetjes die de ervaring van het attractiepark toch wel omhoog kunnen krikken door hier en daar wat muziek aan te passen. Je kunt dat het best van al vergelijken, dat je naar de radio luistert en je zegt van welk zagenummer is dat hier eigenlijk? En als je zegt van het is een zagenummer, ja, dan moet je het aanpassen. Die pijs in Plopsaland. Ze hebben begin dit jaar die daken aangepast. En eigenlijk zou je niet zeggen dat ze aangepast zijn. Het is wel mooi te zien. Er is hier in Plopsaland een horecapunt die onlangs vervangen is door iets ja, dat minder mooi is op dit moment. En het ziet er naar uit dat het horecapunt een vaste stek zal krijgen. Want er zijn hier grote balken. En dan heb je hier extra decor. En elke week komt er hier wel iets bij als ik het goed doe. Dus dit wil zeggen dat dit gewoon een nieuw horecapuntje wordt. Grote balken, dan heb je hier nog een deur en hier heb je nog een lamp. Ja, dit wordt gewoon een nieuw horecapunt. Details in Plopsaland. Er zei me iemand dat er heel veel details zit hier in het huis Anubis. En blijkbaar van een of andere film of zo. Ik ben geen zo grote fan van Anubis. Het Pad van de Zeven Zonden, die heb ik wel gezien in die film. Maar ja, ik zie de foto's niet echt van in de film. Maar er zou enorm veel detail zitten van Anubis hier in het huis van Anubis. Dus mensen die fan zijn, die gaan dat wel kunnen beamen dat het vol detail zit van Anubis. En wat er ook leuk is, dus dit huis staat echt in België. Er zijn mensen die weten waar dat staat. Het is zo goed als hetzelfde nagemaakt op schaal. Dat moet hier een ietsje speler zijn, maar het is zo goed als hetzelfde eigenlijk. Het ziet er exact hetzelfde uit en dat is wel fijn. Het kan er nooit 100% hetzelfde uitzien natuurlijk, maar het ziet er wel enorm goed uit. Het oorspronkelijke idee was van Anubis voor het huis ondersteboven te zetten, maar dat is niet doorgegaan. Ja, Storm op Zee, daar zitten er ook wel redelijk wat details in. Toch wel een beetje, maar dat is een attractie van in de beginjaren. Een keer zien hoe ver dat gaat. Maar het is wel een leuke attractie, mooi detail. En wat er ook leuk is, ze hebben dat hier op een gegeven moment afgezaagd, weggedaan. Maar het ziet er naar uit dat het toch wel enorm snel groeit. Maar ja, ik vind het wel beter zo eigenlijk. En het zou wel leuk zijn mochten ze dat zo behouden op die hoogte. Als dat zo'n moestuin is van hier tot in Tokio, dan heb je er ook wel niets aan. En ja, zo vind ik het wel, als het plat is, vind ik het wel mooi eigenlijk. Ja, details hier, ja, veel details is er hier niet behalve dat er hier zo'n toren staat. Zo'n piratentoren zoals vroeger, altijd leuk. Maar je hebt natuurlijk wel een prachtig zicht. En daarvoor doe je het ook een beetje.
De Piratengril is ook een restaurant dat tegenwoordig minder open is en er doen zich de geruchten dat er daar iets aan de hand mee is en dat ze daar iets van plan mee zijn. Maar ja, het is ook wel een restaurant dat ze eigenlijk ook open doen als het enorm, enorm druk is in het park. Wanneer dat echt mega druk is, dat is deze zomer nog niet geweest dat mega druk is. Misschien één dag of zo, omdat dan feestdag was en verlengd weekend en alles erop en eraan. Maar goed, we zullen wel zien wat er daarvan gebeurt in de toekomst. Kijk, hier heb je een koffiemachine en dat is ook gethematiseerd. Altijd leuk. En ja, voor mensen die het nog niet weten, je hebt daar Steven Stil ook hangen. Het piratengedeelte heeft wel niet zoveel detail zoals andere themadelen hier in het park. De vraag is een beetje wat was er bedoeld met heel dit gedeelte. Gaat dit ooit nog afbreken of, ja, of veranderen of dergelijke geen? Details in Plopsaland zijn er overal. En hier en daar zie je zo van die details dat je zo zegt van ja, jongens, waarom doen jullie dat nu? Waarom gebeurt dit eigenlijk? En een van die details is eigenlijk Anubis. Want ik vind, Anubis hebben die geschilderd. Vorige winter hebben ze die geschilderd. Met het idee van, ze hebben de baan een heel groot onderhoud gegeven. Met het idee van, de achtbaan gaat beter rijden. De achtbaan rijdt inderdaad beter. Maar, niet alle delen van de achtbaan zijn geschilderd. Er zijn heel veel stukken van de achtbaan die gewoon niet geschilderd zijn. Als je nu op de attractie zit of er naar kijkt, zijn er keiveel stukken van de achtbaan die niet geschilderd zijn. Je ziet het ook, hier in de verte is het niet geschilderd. Hier heb je stukken waar het niet geschilderd is. Ja, als je onderhoud doet, je kunt onderhoud doen, maar natuurlijk, je hebt onderhoud en onderhoud. Er is nog één iets overgebleven voor in deze video en dat is namelijk het Dorpsplein. We hebben hier de beste worstenbakker van heel Plopsaland. Dat is die man die er vandaag staat. Als je van hem een worstje koopt, dan heb je mega lekkere worsten. Dat is een kleine eettip. Er is nog één iets. Het Dorpsplein. Die is doorheen de jaren redelijk wat veranderd. We hebben een nieuwe ingang gekregen. Mayaland is erbij gekomen. En natuurlijk het hotel. En daar aan het hotel, dat is een beetje verwaarloosd, laat ons maar zeggen. De kwaliteit is niet zo heel goed. Je ziet hier en daar al dat de verf afgegaan is, dat het er niet meer... Ja, het kan ook meeuwenstront zijn natuurlijk, maar... Nou, betwijfel ik dat het meeuwenstront is. Maar wat ze wel heel goed gedaan hebben, ze hebben daar die daken veranderd en terug opnieuw opgezet. En je zou het eigenlijk niet zeggen dat het er opnieuw opgezet is. Prachtig gedaan. Een kleine eettip, als je deze man hebt, dan heb je een lekkere worst en de barbecue. Het Dorpsplein in Plopsaland. Er is heel veel veranderd en er is ook heel veel verlelijkt en er is ook heel veel achterstallig onderhoud hier op het Dorpsplein. Mayaland is nog relatief safa, al zou het ook wel een keer een lekje verf kunnen gebruiken. Maar wat dat mij eigenlijk een beetje frustreert, dat is dat de bepaalde dingen nog maar relatief nieuw zijn. Misschien een jaar of twee, drie oud. 2020, 2021, ja, al misschien drie jaar oud zijn en het ziet er al mega lelijk uit. Het is al verbeterd. Ze hebben daar ooit een keer aan gewerkt en ze hebben daar beton op gedaan. Mensen, het gaat nog regenen vandaag, want je hoort de wind al opkomen. En als de wind opkomt, wil dit zeggen dat het weer aan het veranderen is. En het zal weer veranderen. Je hebt hier mega veel detail. Je hebt hier
minder mooie afwerking, vind ik persoonlijk. En ja, weet je, ik ga het gewoon een keer tonen aan jullie hoe mooi of lelijk het Plopsa-hotel is. En ik ga hem even een keer verduidelijken voor de mensen die zeggen van ik zie daar toch niet heel veel aan. Wel, we gaan een keer in detail gaan. Hey! Het Plopsa-hotel is ongeveer een jaar of drie oud. En wat zie je? Verf die afgegaan is. En hier aan deze kant ook. Op zich kan dat allemaal geen kwaad en is dat allemaal een beetje normaal, want het is ook iets dat buiten staat in wind, regen, storm, sneeuw, hagel, alles en nog wat. Maar ja, dan heb je zo'n prachtig, mega, mooi hotel staan en dan zie je dat het eigenlijk niet onthouden wordt. Dat is jammer. Hier van boven heb je al daken. Het kan meeuwenstront zijn. Maar goed, het ziet er niet uit, spijt dat een keer af en dan is dat weer dik in orde of schildert dat een keer. Maar wat ze wel een keertje kunnen doen, deze gebouwtjes stonden hier met plopsaklaar. Maar ze zijn er een beetje bovenal uit. Misschien een kleine tip, een keer schilderen en dan een keer die nieuwe gebouwtjes ook wel een keer meenemen natuurlijk. Want als je het niet onderhoudt, dan gaat het kapot. Dat is het geval aan het worden. We hebben hier ook hele mooie torentjes. En in het begin dat die torentjes er stonden, was het hier van boven in een houtlaagje. Maar ja, door de regen, door de wind, door de sneeuw, door hagel, door koude, door alles wat het weer mee te maken heeft, durft dat wel een keer verslijten. Maar natuurlijk, ja, als dat daar gewoon op geschilderd is of er zo van dat bladhout opgeplakt is, dan mogen we dat vergeten, want dan valt dat daar af. Het kan ook verbleken van de zon natuurlijk. Maar ja, het zijn zo allemaal kleine detailtjes die ik persoonlijk wel belangrijk vind. En hier heb je ook juist hetzelfde. Het Proximus Theater zou ook wel een keer geschilderd mogen worden. En dat zijn zo allemaal kleine detailtjes die het maken als park. Als bezoeker die maar één keer in een jaar komt, ja, dat interesseert hem eigenlijk niet. Zolang dat in de verte maar een beetje mooi is, dan is die bezoeker al content. Maar natuurlijk, als we een vast cliënteel willen hebben, dan is het belangrijk dat elk klein detail in orde is. En zo ga je bezoekers blijven lokken naar uw park. En details die zijn er zeker hier in Plopsaland. Je moet er niet echt achter zoeken voor veel details te zien hier in het Plopsaland. Want hier en daar zie je toch nog ergens oude verwijzingen. Ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk, zou ik zeggen, geef een duimpje omhoog. En vergeet het niet, abonneren, reageren. En deel ook deze video als je hem leuk vindt. Vandaag tot de volgende. Bye bye. En ja, daar heb je een Plopsa-hotel. Ja, er zijn echt wel heel veel details hier in Plopsaland. En als je er een keer op let, moet je er echt een keer op letten. Het zijn soms hele mooie details. Maar het zijn soms ook details die echt ja, minder mooi zijn. Dus ja, bij deze tot de volgende. En bye bye. Blijft toch altijd leuk. Ze hebben wel leuke details hier. Thanks for watching and tot de volgende keer maar weer. Bye bye.